van de ene jongensdroom naar de andere. Directeur Bart de Boer van Eindhoven Airport wordt per 1 juni algemeen directeur van de Efteling. Zo'n vliegveld, dat is natuurlijk echt wel een jongensdroom. En die Efteling, nou ja, daar ben ik al heel lang mee bezig. Dus ik denk dat je wel gelijk hebt. Yeah. De Efteling is een bedrijf met een unieke uitstraling in Nederland. Ik kijk daar al een hele tijd met een slinks oog naar. En nou ja, dan komt dat nu ineens op je pad. Ik vind het natuurlijk ontzettend jammer dat ik hier Eindhoven Airport verlaat. Dat is toch ook een beetje mijn baby. Maar daar komt iets heel erg aardigs voor in de plaats. Bart de Boer volgt Ronald van der Zijl op, die de laatste 11 jaar directeur was van de Efteling. Dank u wel, dank u wel.